John en ik zijn vrienden geworden. En we zijn niet bij elkaar gezet omdat het commercieel zo leuk was. Maar eigenlijk uit vriendschap is de eerste single ontstaan. Ja, en toen moest er gewoon lekker een album komen waar we met heel veel plezier aan hebben gewerkt. En ja, vrienden, wij waren 3 weken geleden helemaal overrompeld, want het album moest binnenkomen. En ja, dan blijft het altijd spannend en dan hoop je bij de eerste 30 te zitten. En toen kwam het tussen al het geweld van Beyoncé en al die grote namen, kwamen we binnen op 4. En toen dachten we, wauw, dat is echt te gek. En dan die week erop is nog spannender, want je kan zomaar heel ernstig naar beneden kelderen. Hè, als de eerste fans gekocht hebben. Ja. Maar we stonden gewoon weer op 4. Nou, ja. En dan kijk je naar die namen waar je tussen staat, dat zijn echt wereldsterren. En dan is het zo'n bevestiging dat het Hollandse lied leeft als nooit tevoren. Net wat Marian net zegt van het album, dat is dat we allebei wallen van het levenslied houden. En ik vind zelf, en dan mag ik dus zeggen, dat de stemmen ontzettend mooi bij elkaar klinken. Maar het is eigenlijk wel samen wat Marian zegt, door vriendschap. En ja, dat het dan zo'n succes is, dan mag je gewoon God op blote knieën bedanken. Maar het bevestigt maar weer dat het Nederlandse lied heel erg leeft. Dus ook namens TV Oranje en al die Nederlandse zenders is het natuurlijk heel belangrijk dat het Nederlandse lied gewoon op tv en gedraaid wordt. Dat is het allerbelangrijkste natuurlijk.